Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo. Goedenavond en welkom bij Ajax TV Kick-Off. Na een gemakkelijke zege bij de amateurs van Kozakken Boys heeft Ajax zich geplaatst voor de derde ronde van de KNVB-beker. En morgen wacht alweer Excelsior thuis. Vandaag hebben we de jongste bediende van de selectie te gast, Matthijs de Ligt. Speelde tegen Kozakken Boys zijn tweede officiële wedstrijd voor Ajax 1. En dat ging zo. Jenny. En goed gegeven, dit moet nog een treffer zijn. En dat is het dan ook. Heel rustig afgemaakt. Jenny blijft hij geduldig voor El Ghazi. Ja, dan is het 0-2. Wat een cadeautje zeg. Die tackle van de Ligt teruggeven op Cachera. En die maakt er heel simpel 0-3 van. En Boeri weer met een prachtige paas. Boeri, die is een balletje nu op Clement. En die schiet hem keurig binnen. Wat is een mooi debuut. Ja, die maakt het dan ook waar. Ja, daar heeft dan toch Kozakken Boys zijn treffen. Prachtige paas. Van. Nou, die moet hij eigenlijk afmaken, Clement, en dat doet hij dan ook. Een prima bekerzegen met een piepjong Ajax, kunnen we wel zeggen. En zoals gezegd, we hebben de jongste bediende te gast, Matthijs de Ligt. Welkom. Ja, dankjewel. En een lekker potje was het zo. Jouw tweede officiële wedstrijd in Ajax 1, debuut van Pelle Clement, van Karel Eiting. Waar heb jij het meest van genoten? Ten eerste gewoon van de wedstrijd zelf natuurlijk, omdat ik... Een officiële wedstrijd in Ajax 1 is natuurlijk prachtig voor mij. En ja, als je wint is het natuurlijk goed. Je moet natuurlijk, ja, Kozakken Boys, met alle respect, moet je eigenlijk winnen. En ja, het is dan lekker dat je dan bij rust 4-0 voorkomt. En dat het ook de mogelijkheid geeft om in de tweede helft jongens als Karel Eiting, waar ik erg goed bevriend mee ben bijvoorbeeld, en Pelle Clement debuut te laten maken. En dat Pelle dan ook nog 2 keer scoort, dat is ook prachtig. Want, hoort bij Ajax, ja, hè? Hoort bij, ja, Ajax. Je weet alles van. Ja, precies. Dus ja, dat is allemaal mooi. Want met alle respect, Kozakken Boys is natuurlijk een amateurclub. Is niet zoals tegen Willem II je eerste wedstrijd. Wat heb je hier dan aan in vergelijking met een wedstrijd van Jong Ajax bijvoorbeeld? Ja, het zijn toch oudere mannen waar je tegen speelt. En die ervaring hebben zij, die heb ik niet. En natuurlijk bij Jong Ajax speel je ook tegen oudere mannen. Maar bijvoorbeeld in de jeugd sta je bijvoorbeeld tegen spitsen die net iets minder slim zijn in, met hun lichaam gebruiken of dat soort dingen. En ik denk dat dat voor mij heel goed is om dat te doen. Deze week kwam ook het nieuws naar buiten. Leuk nieuws voor jou dat je officieel bij de selectie zit van het eerste. Wat gaat dat veranderen of wat houdt het in? Kun je dat uitleggen? Tot nu toe train ik wel regelmatig mee met Ajax 1, maar zat ik zeg maar niet officieel in de selectie vanaf het begin van het seizoen. Dus ik krijg nu een plek in de kleedkamer als het goed is. Een pak wat ik eigenlijk nog nooit gedragen heb, dus dat is ook wel een nieuwe ervaring voor mij. Ik verwacht dat ik gewoon zoveel mogelijk wedstrijden in de jonge Ajax of bij de A1 speel. En daar moet ik gewoon mijn niveau halen en laten zien dat ik op de deur klop bij het eerste. En zo. En dit wat je nu net beschrijft, hoe vaak heb je het daarover met Peter Bos? Of waar heb je het over met Peter Bos? Ja, dat bespreken we regelmatig. Natuurlijk ook elke week is anders voor mij. Omdat ene week speel ik bij Jong, dan bij de A1, dan bij Ajax 1. Dus er moet goed overleg zijn, goede communicatie daarin. En dan wordt overleg waar ik speel of train. Ja, nou, dat is allemaal met Peter Bos. Wij spraken Peter Bos ook even over jou en hij was lovend. Kijk maar even mee. Hij is gewoon een hele normale jongen, frisse jongen, rustig, laat zich niet gek maken. Hij maakt op mij een goede indruk, dus ik heb hem eigenlijk constant mee laten trainen. Het is sowieso al een hele sterke jongen. Hij moet zorgen dat hij wendbaar blijft, dat hij niet te veel gaat groeien in de breedte. Maar hij is goed bezig. Belangrijk is dat hij rustig blijft en dat je geen dingen gaat forceren. Hij is pas 17 jaar. En als het moment daar is dat hij echt vast in het eerste gaat spelen, dan is dat moment daar. En dat moet je niet nu in een tijdsfase proberen weg te zetten, want dan ga je daar achteraan jagen, terwijl dat misschien helemaal niet reëel is. Stap voor stap, en misschien gaat het heel snel en misschien ietsjes langzamer, maar die jongen gaat er echt wel komen. Lovende woorden over het algemeen. Hoeveel vertrouwen voel jij van Peter Bos? Ik denk wel veel vertrouwen. Sowieso dat ik mee mocht op trainingskamp op begin van het seizoen is daar. Dat was sowieso een gevoel dat ik vertrouwen kreeg. En eigenlijk dat ik erbij ben gebleven, dat is voor mij ook wel een bron van vertrouwen geweest. En zoals je ziet, hij spreekt lovend over mij. Er zijn nog genoeg verbeterpunten, wat hij zegt ook. Dus, maar goed, je bent 17, je zit erbij, dat is hartstikke jong, hartstikke zeker, goed. Ja, zeker. Je hebt heel kort bij Jong Ajax gezeten. Daar viel je onder Marcel Keizer. En die hebben wij gevraagd of je eigenlijk verbaasd was dat je zo snel de stap naar het eerste maakt.
Aan de ene kant wel, want net 17 zijn is echt nog heel jong. Aan de andere kant ook niet, want een van zijn grootste kwaliteiten is dat hij heel goed weet wat hij wil en daar ook heel hard voor wil werken. We moeten hem eerder afremmen dan dat we hem aan moeten sporen. Dus we moeten eerder afremmen. Waar doelen ze op? Ja, als laatst nog op een zondag of zo, daar ging Karel Eiting en ik dachten, ja, we gaan nog even wat extra trainen. En dat was, misschien iets te veel van het goede. En daar zijn we op aangesproken. En volgende keer zal het niet gebeuren, denk ik. Maar wat zeggen ze dan, Matthijs? Kom op, je bent al breed genoeg. Kappen aan. Nee, kijk, de blessure kan altijd op de loer liggen. En daar zijn ze heel erg attent op. En dat probeer je natuurlijk te voorkomen in die zin. Ja. Wat los van het fysiek, wat zijn nog echt de punten die je moet verbeteren om echt beter te worden? Ja, snelheid, wat ik zei, dat kan altijd nog beter. Wendbaarheid ook nog, ervaring. Dat zijn maar goed, ervaring kun je natuurlijk niet leren. Nee, klopt. Maar het is wel belangrijk voor een centrale verdediger. Het is vooral voor een verdediger heel belangrijk. Ja. Maar natuurlijk ook, de coaching kan altijd nog beter met mij, vind ik zelf ook nog. Vind je dat moeilijk? Want je bent natuurlijk hartstikke jong. Dan kom je ze zijn niet super oud, maar... Ja. Om als jongere jongen je te laten gelden als centrale? Op het begin vond ik het wel lastig, omdat het zijn toch de jongens van Ajax 1, waar je eigenlijk wekelijks naar het stadion kijkt en je ogen uitkijkt, zeg maar. En ik moet zeggen, ik ben nu al een beetje gewend aan het team. Zijn denk ik ook een beetje aan mij, dus ze nemen ook iets aan als ik iets zeg. En dat is wel fijn, dus ik vind het niet heel moeilijk meer. Nee. Nou, de grote stappen die je maakt, het blijft mensen verbazen. Het verbaast ons ook. 2,5 jaar geleden speelde hij nog in de C1, 5 jaar geleden in de D1. Dit is Matthijs de Ligt van de Jonkie tot nu. Als kleine jongens zijn het eerste elftal is natuurlijk waar je het in principe voor doet. Op 9-jarige leeftijd gekomen bij Ajax, debutant Matthijs de Ligt. Dan knik ik hem erin, ja. Ongelooflijk. En dan dit. Prachtig. Matthijs de Ligt. Ik zag het op tv en toen had ik gescoord. Toen ging ik naar de vlag. Alleen toen wou ik dat doen. Alleen toen zat de vlag vast. Matthijs de Ligt. En die heeft een prachtige uithaal. Als je ziet welke spelers allemaal in het verleden hebben gewonnen. Sneijder, Van der Vaart. Fantastische prijs. De Ligt. En daar is ook nog de 4-3. Het is niet te beschrijven, deze slotfase. Matthijs de Ligt met zijn tweede. Ik ben nog jong, dus misschien is de trainer gecharmeerd van me. Misschien niet, dat is aan hem. Maar ik doe gewoon mijn best, meer kan ik niet doen, denk ik. Nou, hetgeen wat eigenlijk wel het meest opvalt. Je was door de jaren heen altijd de langste van je team. Wat kreeg jij in hemelsnaam te eten thuis? Ik moet eerlijk zeggen, toen ik bij Ajax kwam was ik helemaal niet een van de grootste. Was een beetje net erboven, denk ik. En gaandeweg in de D1 vooral kreeg ik een echte goede spurt. Was ik een beetje in de prestaties af te leiden. Toen ging het wat minder, de coördinatie werd minder en zo. Dus vanaf daar ben ik echt gaan groeien. En opeens kwam er 10 centimeter bij in een jaar. Dat is wel, Dat is wel veel inderdaad. Ja. En, ik was vroeger ook een middenvelder. En toen ik eigenlijk zo groot werd, was het die fysiek eerder een nadeel dan een voordeel op middenveld. Omdat je toch, je moet snel kunnen handelen, snel kunnen draaien. En dus hebben ze me uiteindelijk achterin gezet en daar heb ik eigenlijk wel een voordeel van muziek. Is er bij jou een, ik kan beter zeggen, wanneer was voor jou het moment dat je dacht van, oké, ik zou Ajax 1 best wel eens kunnen gaan halen? Dat was eigenlijk denk ik eind B1. Dat was, 1,5 jaar terug ongeveer. Toen ging het ook lekker bij mij. Ik was als eerstejaars B deed ik mee met de B1 en daar ging het eigenlijk goed. Werd ik op Future Cup goed gespeeld, Kop Amsterdam, toen 15 jaar met ook speler van het toernooi. Ja, onder 19, dat was, dus dat was allemaal goed. En sinds toen was ik wel een beetje, dacht ik wel van, ik zou best ooit wel als Ajax 1 kunnen halen. Toen heb je er ook echt bewust voor gekozen om bij Ajax te blijven. Want je kon ook naar het buitenland, dat was bekend. Waarom heb je er toen voor gekozen om echt hier te blijven? De faciliteiten zijn geweldig, de trainers zijn goed. Alles is goed geregeld. Dus het is voor mij ook wel een beetje een soort thuis. Iedereen ken je bijna. En dat is gewoon fantastisch. En ten tweede ook, kijk, ik ben een verdediger. En op dat moment was Winston Bogarde dan verdedigerstrainer bij de A1. Jaap Stam, trainer bij de jonge Ajax en Frank de Boer bij het eerste. Ja, ik denk niet dat je veel betere verdedigerstrainings kunt hebben. Dus ook daarna heb ik gekeken. Daardoor ben ik een beetje gebleven. Ja. Dus het was voor jou toen de goede keuze, denk je? Als ik erop terugkijk, denk ik wel, ja. Knap waar je al staat op je 17e in ieder geval.
We gaan ons opmaken voor de competitiewedstrijd tegen Excelsior. De eerste thuiswedstrijd in bijna een maand tijd. En wij blikken vooruit met onze rots in de branding, kunnen we hem wel noemen. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez kwam afgelopen zomer als grote onbekende binnen bij Ajax, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de defensie van Peter Bos. Dat de Colombiaan geen Engels of Nederlands spreekt, is volgens de 20-jarige geen probleem. Nou, como te he dicho, intento conocer lo que más pueda ya en la cancha, como siempre lo he dicho. O ese lo soy yo y siempre intento ayudar a mi compañero, siempre intento que mi compañero se sienta cómodo conmigo. Quizá la comunicación ha ido mejorando con los compañeros, pero hoy al comienzo me siento mucho mejor porque me siento con confianza, me siento con más tranquilidad. Siento que a los compañeros le transmito eso y seguir así, ¿no? Seguir así que eso es lo que nos da la posibilidad de al final rematar bien. De centrale verdediger blijft niet onopgemerkt, mede dankzij een aantal goals. Veel kenners schrijven hem een grote toekomst toe en zeggen dat hij nu al klaar is voor de Europese top. Por ahí agradecerle a las personas que se toman el tiempo para detallar mi actuación, mi andar en la liga, ¿no? Pero obviamente quizá mi objetivo ahorita es Ajax, mi objetivo ahorita es estar tranquilo acá, es estar enfocado en los objetivos del club. Eso no es mi tope, tengo mucho más por dar y yo creo que con más tiempo acá va a ser más importante en mi andar. Dat was Davinson Sanchez, een van de absolute uitblinkers van dit seizoen. Matthijs, jij hebt één wedstrijd met hem gespeeld, ja, geloof ik, ja, bij Jong Ajax. Ja, Jong Ajax. Maakte natuurlijk mee bij de training. Wat vind je van hem? Ja, ik denk dat het een hele goede verdediger is. Vooral verdedigen. Het is natuurlijk gewoon sterk, snel, wendbaar en ballen afpakken. Kan niet als de beste, zeg maar. En voetballend maakt hij nu ook stappen, denk ik, in de opbouw vooral. En het is gewoon een beetje een monster, zeg maar. Ja, daar wil je als spits niet tegenover staan. Nee. Nee, dat denk ik niet. Nee, zeker. Maar centraal duo, dan kijk je naar de eigenschap van de een, eigenschap van de ander en of dat bij elkaar past. Als je wat dat betreft jullie bij elkaar zet, vind je het passen? Hij is snel. Ik ben daarin wat minder, denk ik. Ik denk dat ik in de opbouw wel van waarde kan zijn. Hij is daar ook, kan ook wel van waarde zijn, maar toch moet dat misschien nog wel iets verbeteren. Daar is hij ook mee bezig, dus dat is gewoon goed. En ik denk dat het in die zin wel complementair zijn aan elkaar, ja. Ja, dat zou een mooi duo kunnen zijn wellicht in de toekomst. Ajax 1 speelt tegen Excelsior, komende week ook tegen Celta de Vigo. Jong Ajax tegen VVV en tegen NAC. En onder 19, de A1, speelt in de Youth League ook nog een wedstrijd. Klopt, zeg het maar, waar kunnen we je verwachten? Je mag overal nog meedoen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Nee. Ik denk dat het eerste, dat wordt lastig. Dat is logisch, dat ben ik ook reëel in. En ik vind eigenlijk Jong Ajax of Ajax onder 9 allebei leuk. Onder 19 is natuurlijk de Youth Champions League, dus dat is sowieso een mooie ervaring voor mij. PAOK, lekker weer daar zo. Dus, ja. Vergeleken hier in Nederland is dat een stuk beter. Maar hoe is het voor jou om te schipperen tussen verschillende elftallen? Ja, ik moet zeggen, soms is het wel lastig, omdat je speelt toch ook met andere teamgenoten. Het niveau is misschien verschillend. En, ja, je gaat je toch instellen op misschien dat de spelers soms beter zijn, soms minder zijn. En dat is toch lastig om dat je soms bezig bent met anderen. Bijvoorbeeld onder 19 moet ik heel veel bezig zijn met coachen en aansturen en de leiding nemen. En dat ben je gewoon een van de dragende spelers. Ja, precies, dat probeer ik ook. Maar soms dan moet je het ook niet te kost gaan van je eigen spel. En dat is voor mij wel, dat is soms lastig, maar daar moet ik proberen mee te dealen. Zeg maar. Ja, dus we moeten nog maar afwachten waar we je gaan zien komende periode. Ja. We gaan het zien. Eerst gaan we ons komend weekend opmaken voor weer een speelronde in de Eredivisie. En dit zijn de wedstrijden te zien bij Fox Sports. Op dit moment wordt FC Twente Rode JC gespeeld, te zien op Fox Sports 3. Zaterdag zien we 4 wedstrijden met natuurlijk als hoofdmaaltijd Ajax Excelsior, eveneens op Fox Sports 3. En op zondag hebben we ook 4 wedstrijden met als meest interessante die tussen nummer 1 en 3 van de Eredivisie. Feyenoord Heerenveen en hopelijk in elk geval 1 punt voor Heerenveen. Het was een mooie week voor jou, met je komst bij de selectie, weer een wedstrijd bij Ajax 1 erbij. Thanks dat je er wilde zijn vandaag. Nou, geen probleem. Voor nu sluiten we af met de mooiste beelden van de afgelopen jaren Ajax Excelsior. Volgende week zijn we weer met Ajax TV Kickoff, dus graag tot dan. Hey.
Basilio, mooi gedaan. Prachtig. Milik. Milik. En schitterend binnengeschoten. Maar nu. Ja, daar is El Ghazi en dan is het toch raak voor Ajax. Dat is een hele mooie aanval. Ibrahimovic. Ibrahimovic. 2-1. Daar is nog Sien de Jong. Graafland. En Emmanuel Olsson. Nogmaals een omhaal. Oh, mooi doelpunt. De race is toch uitermate fraai uitgevoerd. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo.